De minister van Economische Zaken, Reshma Kuldip Singh, die heeft er op deze vrijdag een ontmoeting gehad met auto-importeurs. Het is een informatiebijeenkomst geweest, omdat er heel wat zaken zijn die doorgecommuniceerd moeten worden met auto-importeurs. Het ministerie van Economische Zaken die wil gaan richting ordening voor wat betreft de import van auto's. Sedert Kuldip Singh daar aan zit als minister van Economische Zaken, heeft zij er een aantal zaken ontdekt. Vandaar ze dan over wil gaan tot ordening. De minister die verduidelijkte bij de informatiebijeenkomst dat zij niet opgesloten wil worden als minister, maar ook dat haar eigen ambtenaren beschermd worden. In het verleden zijn ambtenaren, en de minister is daar heel voorzichtig over geweest, hebben ambtenaren tjoekoes gehad van auto-importeurs. Deze zijn intussen allemaal vervangen geworden, zegt minister Kuldip Singh. Men is overeengekomen dat er nu meer gecommuniceerd onderling zal worden tussen het ministerie van Economische Zaken en de auto-importeurs om uiteindelijk te gaan tot de gewenste ordening, zegt de minister. Wij voeren nu naar dit verslag vanuit het ministerie van Openbare Werken waar het werd gehouden. Hier hebben we een heel groot probleem. Want wat gebeurt er is, er staat duidelijk in de wet dat de vergunning, de H03-formulieren, voorafgaand moeten worden aangevraagd. En wat gebeurt er? Is wanneer die auto al hier op de haven is, dan komt men rennend naar het ministerie, alsof het automatisch is dat het ministerie die vergunning moet geven. En ik ga u zeggen, dat is verleden tijd. Want als u daarna gaat komen, gaat die auto net daar blijven en het gaat naar het OM. En u gaat me zeggen, minister, het is altijd gebeurd, maar dit is een ander beleid. En dit is het beleid. En dit is de wet. Want als ik u hiervoor een vergunning geef, heeft u gezien toch dat de minister een bedrijfsvergunning heeft getekend? U heeft het overal gezien in de media toch? De minister heeft verkeerd gehandeld. De minister heeft helemaal niet verkeerd gehandeld. Maar dit is de wet en hieraan gaan we ons houden. Dus ik wil het u duidelijk stellen. Gaat u niet in de fout. U maakt alleen, u brengt uzelf alleen in de kosten. En u benadeelt uzelf. En ik als minister ga de staat niet benadelen. Want u gaat me kwalijk nemen als ik die case naar het OM ga sturen. En het is een economisch delict waaraan u zich schuldig maakt. En het is een strafbaar feit. Dat wilt u toch niet? En dat willen wij ook niet. Dus het is om elkaar te beschermen. Ik weet niet of u hiervan eerder op de hoogte bent geweest. Ik neem aan van wel. Want u bent auto-importeur en ik neem aan dat u dit al jaren doet. Maar als u het niet wist, dan is dit waar wij ons aan zullen houden als ministerie. En dat zijn alle vergunningen. Het is een beetje logica. Waarom zou ik een vergunning achteraf moeten geven als die auto al hier is? U gaat ervan uit dat het vanzelfsprekend is. Het is toch de overheid, ze doen. Ze moeten het maar doen. Dit is een andere overheid. En dit is een ander ministerie van Economische Zaken. Met een ander beleid. Een ander ding dat speelt. Is dat we steeds weer
vergunningen krijgen of aanvragen krijgen voor auto's ouder dan 8 jaar. Laat me dat zeggen. Het is verboden bij wet. Ik mag u geen vergunning daarvoor geven. Douane, heb ik gelijk of niet? Ik mag u geen vergunning daarvoor geven. Ik maak mij schuldig aan strafbare feiten. En u maakt zich schuldig aan strafbare feiten om die auto ouder dan 8 jaar te kopen en te verschepen en het hier op haven te laten komen en dan te verwachten dat ik u een vergunning ga geven. Die auto gaat net daar blijven. En die case gaat naar het Openbaar Ministerie. En u weet, het Openbaar Ministerie gaat u die auto niet geven. Het mag niet op de weg. En een beetje logica, Susan van 25 jaar op ouder. Ja. Waarom moet ik u vergunning geven voor een auto 25 jaar en ouder, als ik u geen vergunning mag geven voor een auto 8 jaar en ouder? Nog een beetje logica. Want iedereen denkt 25 jaar en ouder, oh, collectors item is niet beschreven. Dus alle auto's zijn 25 jaar en ouder, zijn collectors item. Wel, ik ga u vragen, gaat u even googlen? Of gebruikt u een woordenboek wat een collectors item is? En ik ga u eerlijk hier zeggen, ik ga het staatsbesluit intrekken. En dan ga ik als mensen me komen vertellen, ik weet niet wat een collectors item is, wel dan ga ik het in het staatsbesluit bij wet vaststellen wat een collectors item is. Want het is oneerlijk als auto's 25 jaar en ouder à la Dol naar Suriname mogen komen en 8 jaar en ouder niet mogen komen. Ik ga u niet voor de gek houden en ik wil niet voor de gek gehouden worden door niemand. Want in die wet staat duidelijk collectors item. En als we niet weten wat een collectors item is, iedereen weet wat een woordenboek is en iedereen weet wat Google is. En als het niet geaccepteerd wordt, wel dan ga ik het laten accepteren door het staatsbesluit in te trekken. En duidelijk aan te geven wat is een collectors item en wat wel mag en wat niet mag. Wij gaan u als ministerie beschermen, maar wij vragen u ook, maakt u die fout niet. Want we gaan keihard er tegenaan. Ik weet ook dat er heel veel geld tegenaan is gegooid. Dat weet ik ook. Maar dit is het einde. En als u, ik heb alleen geen zaak aangespannen, omdat het één keer is gebeurd. We hebben het meegemaakt en ik zeg, laten we nog kijken wat er gebeurt. Maar ik denk, dit is al die tijd geweest, jaren zo geweest. Laten we die informatiesessie houden en laten we u vertellen, voordat ik die case naar OM stuur, dit is het beleid van het ministerie van Economische Zaken. Met het team, met mij als minister en het team dat onder mij valt. En mijn team weet ook dat als zij zich schuldig maken. En ik heb het rapport. Mevrouw Basser-Wansing staat hier. We hebben het niet meegenomen. U mag kijken erin. Waar mevrouw Basser-Wansing mij schriftelijk rapporteert. Dat zij, men heeft geprobeerd haar om te kopen. Dan denk ik, nou oké. Okay. Eén ambtenaar $1000. Als elke week $1000 gaat vallen op mijn ministerie. Ja, dan ga ik dit soort dingen hebben, ja.
En alles wordt geïncorporeerd in de prijs van die auto. En daarvoor betaalt het volk. Ik wijs een vinger aan niemand. Maar ik vertel u mijn ervaring. En ik ben open transparant daarover. Ik heb niks onder stoel en tafel te schuiven. Ik vertel u mijn ervaring. U bent ook open om uw ervaring te vertellen straks. Maar laten we ons niet schuldig maken. Dit is de wet. En we gaan ons houden aan die wet. En ik wil het benadrukken. Die vergunning gaat niet worden gegeven als die auto al hier op haven is. Dan gaat de douane mee rapporteren en dan sturen wij die case naar het Openbaar Ministerie. Of de douane stuurt die case naar het Openbaar Ministerie. Want zonder mijn H03 formulier gaat u die auto toch niet kunnen eruit halen. Tenzij de douane zegt van, ik heb ministerie van EZ niet nodig, maar dan gaan ze wel een schrijven van mij ontvangen. Dus het houdt niet alleen hier op. En het is niet alleen het ministerie van Economische Zaken. Het gebeurt overal. Maar belangrijk is dat u vandaag weet. Als auto-importeur. En ik hoop dat u als bedrijf allemaal een vergunning heeft. Want één auto mag u halen voor uzelf. Maar als u 5 auto's haalt voor uzelf, gaan er ook andere vragen komen. Toch? Hoeft u idee? Gaan we ook andere vragen stellen? Waar is uw bedrijfsvergunning? Dus let u erop dat u al uw zaken in orde maakt als auto-importeur. Maar als u ook elke maand een andere, want dat gaan we ook volgen. Misschien is er eerder niet erop gelet. Als u elke maand de auto voor uzelf gaat halen, gaan we ook vragen stellen. Want daar verliezen we heel veel belastingsgelden. En Suriname is in een crisis, mensen. En volgens rapporten hebben we grof berekend. Ik ben nog bezig met met die berekening. Brengen we volgens mij 1 miljard US dollar per jaar aan auto's in Suriname. Benzine is duur. Auto's zijn duur. Files. Wat gebeurt er met die auto's? Waar gaan die auto's? Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dit is wat we u willen vertellen. En ik hoop, ik hoop dat u gewoon open en eerlijk die vragen stelt aan ons. Want ik wil u antwoord geven. En ik wil horen van u wat de problemen op het veld zijn.